Mensen, welkom bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Je hebt vandaag al een titel kunnen zien. Vandaag ga ik 24 uur lang alleen maar McDonald's eten, zoals jullie zien. Dus wij gaan vandaag deze challenge doen. Ik mag niks anders eten dan McDonald's. Dus vind je het nou leuk? Ram dan even op dat blauwe duimpje. Support mij natuurlijk enorm. Ben je nieuw op mijn kanaal? Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan nu op mijn kanaal. Klik dan nu op dat abonneren. Dat zou ik heel erg waarderen. En laat in de comments gelijk eventjes een nieuwe challenge achter die ik de volgende keer kan gaan doen. Want vandaag gaan we dus 24 uur lang alleen maar Mackey eten. Dus ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Laten we gewoon gelijk gaan beginnen met de video. Want ik heb best honger. Dus ik zou zeggen, let's go! Nou jongens, daar gaan we. Het is, hoe laat op dit moment? Het is 10:50 ochtends. What the fuck? En ik ga alvast mijn allereerste keer Mackey halen. Oh, dit wordt een leuke video. Heb je nog geen like achtergelaten? Drop nu op die like. Abonneer even op mijn kanaal, dat zou super nice zijn. Ik ga even mijn scooter pakken en dan ga ik even erheen rijden. Dus ja, ik ga even mijn scooter pakken en dan ben ik zo bij jullie terug. Waarschijnlijk in de McDonald's. Dus tot zo. Nou jongens, daar staan we zoals je kan zien. Ik ga even bestellen. Ik heb geen idee wat ik nog ga nemen, maar ik ga niet al te veel nemen. Maar ik film even op mijn telefoon. Misschien dat de kwaliteit anders is dan dat ik niet naar mezelf kijk, want het ziet er heel raar uit. Maar ik ga het bestellen, zoals je kan zien. Het menu staat hier voor me. Dus als ik heb besteld, ben ik bij jullie terug en dan laat ik even zien wat ik heb genomen. Dus ja, ik ga niet al te groot beginnen vandaag, dat snappen jullie denk ik ook wel. Dus ja man, ik zie jullie zo. Dit is de bestelling. Ik neem 1 keer 6 kipnuggets en 1 keer een klein frietje. Ik klik nu op afrekenen. Drink heb ik natuurlijk thuis, dus dat heb ik nu niet nodig. Dus ja, ik ga even afrekenen en dan ga ik weer terug naar huis rijden. En als ik thuis ben, zien jullie me tijdens het eten, want ik moet nu even betalen. Dus wat een idee is dit ook weer, jongens. Oh mijn god. Zo jongens en meisjes, daar zijn we. Ons allereerste eten, ons ontbijt hebben we hier voor ons staan. Oh mijn god. Waarom was dit een slim idee, jongens? Waarom heb ik dit een slim idee gevonden? Om 's ochtends al nu Mackey te gaan eten en eigenlijk gewoon heel de dag 24 uur lang Mackey te eten. Niet zo slim dit, jongens. Niet zo slim. Maar ik heb dus een klein patatje, 2 frietsausjes, 6 kipnuggets zoals je kan zien. En nog een currysausje. Dus die gaan we gewoon lekker opeten. Oh mijn god, ik heb eigenlijk best wel trek erin. Ik moet eerlijk toegeven dat ik er nu best wel trek in heb. Sorry als jullie ook honger krijgen. Oh, dit ziet er wel even lekker uit, jongens. Ik heb geen drink genomen, ik had thuis gewoon water. Dus ik dacht van ja, waarom zou ik er drinken bij nemen? Totaal niet nodig, dus ja. Ik heb legit best wel zin om nu deze patatjes lekker op... Auw, zijn heet. Auw! Ik ga in ieder geval even lekker alles opsmikken als ontbijt. En dan ga ik daarna lekker eventjes een serietje kijken. Want er is een nieuwe Formule 1 serie online. Dus hey jongens, eet smakelijk. Ik weet niet of jullie dit kijken als je ook aan het eten bent. Maar als het zo is, is het nog eet smakelijk. Dan ga ik het even snel lekker opeten. En dan ja, hebben we nog maar 2 keer Mackey te gaan, jongens. Oh mijn god. Zo jongens en meisjes, dat was mijn ontbijt. Oh, het was wel lekker. Ik zit wel aardig vol als dit als ontbijt. Jeetje, het is op dit moment, even kijken. Het is nou iets over 10 uur zoals je kan zien. 2:50. En de allereerste keer McDonald's zit er al in. En dat betekent dat ik denk ik rond een uurtje of 1 weer ga als lunch. En dan ga ik ook nog een keer in de avond denken met mijn moeder als avondeten natuurlijk. Oh mijn god, dit was wel lekker man. Dit was wel lekker. Zoals je kan zien, ik heb niet gecheat. Alles is op. Dus eerste keer Mackey. Zit erop. Nou, zoals jullie natuurlijk al gezien hebben, zit het allereerste ontbijtje erin. Of het allereerste ontbijt, de allereerste keer Mac voor vandaag zit erin. En ja, ik had al laten zien dat het iets over 10 uur was. Maar het is vandaag vrijdag dat ik dit opneem. En dat betekent dat het eindelijk zover is dat de nieuwe Netflix-serie van Formule 1 Drive to Survive op staat. Dus die ga ik eventjes kijken. Nu ga ik even 1 aflevering kijken. Want zodra ik dus klaar ben met deze aflevering, ga ik eventjes sporten. Want ik denk dat het wel zo handig is als ik vandaag zoveel calorieën ga eten, dat ik dan ook eventjes ga sporten. Dus dan ga ik gewoon even een stuk fietsen, denk ik, hierna. Dus ja, ik ga gewoon beginnen met de allereerste aflevering. En dan ja, over 40 minuten ben ik bij jullie terug, want dan ga ik me omkleden om te sporten. Dus kijk eens aan, here we go! 3 hours later. Mensen, daar zijn we weer. Zo, ik ben 45 minuten bezig geweest met 20 kilometer fietsen. Ik vind het mooi. Ik ben daar tevreden mee, ik vind het helemaal best. Ik ga nu even douchen, me omkleden, opfrissen en dan gaan we lunchen. En wat gaan we lunchen? Ja, jij had het al, McDonald's. En ik heb het dus in de gedachte. Ik heb natuurlijk vanochtend een kleine friet genomen. En ik denk dat het dus zo meteen wat het, ja, lunch is. Een medium friet gaan nemen en vanavond dus een grote friet. Ik denk dat ik dat ga doen, maar ja, ik heb er nu alweer iets minder zin in dan vanochtend, dat zeg ik jezelf. Maar ja, alsnog, we moeten het gewoon gaan doen. Ik heb een klein beetje buikpijn, maar ik vind het aan de ene kant ook weer zonde, want ik heb nu eigenlijk gewoon voor saus gesport. Maar goed, dat maakt niet heel veel uit. Deze challenge vond ik wel gewoon leuk om te doen, dus daarom doen we hem ook gewoon. Dus ik ga me nu even omkleden en dan ben ik zo meteen bij jullie terug. En dan als ik dat heb gedaan, ga ik dan weer lekker die Formule 1 serie kijken, denk ik. Dus eerst douchen en dan gaan we daarna weer naar de Mac toe. Nou jongens, dan gaan we weer op de scooter. Hoppate, let's go! Nou jongens, we zijn er weer. Maar het is wel een beetje druk, zoals ik kan zien. Jeetje, even wachten. Peter, welke ben ik dan op de bestelling? Hi, ik wil graag een medium friet met 2 frietsaus. Ja. Een chili chicken. Ja. En een kleine cola light, alsjeblieft. Dat was de bestelling. Dat was hem, ja. Oké, dankjewel. Nou, dat was het jongens.
We hebben weer besteld. Daar zijn we weer. Daar hebben we een bestelling. Hier is mijn colaatje. Even lekker zo, jongens. Kijk, ik zet even alles hier neer. Zo, mijn colaatje. Die rietjes. Oh, wat zijn dit toch vervelende rietjes bij de Mackie. Nou, die hebben we hier zo. Wacht, die pak ik dadelijk wel uit. Happakee. Mijn burgertje. Lekker zo. En hier weer frietjes, want dat had ik vanochtend ook. Maar ja, ik had weer zin in frietjes, want ik vind persoonlijk bij de Mackie de friet het lekkerste. Ik weet niet of jullie dat ook vinden. Laat het even weten in de reacties. Maar ik had zin om een burger te nemen. Dus ik dacht van, nou, laat ik de chili chicken nemen. Dat is niet heel erg groot. Hij is kokend heet. What the fuck. Dat ding is echt niet normaal heet. Hij is wel weer lekker. Let's go. Voor de in deze challenge dat ik wel mag drinken. De vorige video mocht ik natuurlijk helemaal niet drinken. Hierbij wel. Dus ik heb hier mijn cola script nog op water staan. Die chili saus is wel lekker pittig, man. Wow. Zo. Deze nog op. Ik ben er klaar mee, jongens. Oh. Zo, daar sluiten we mee af. Het is zover om weer eten te gaan halen. We gaan naar de Mac. Ik zit heel de dag Drive to Survive te kijken. Buiten dat ik heb gesport. Het is op dit moment 5:30. Dus ik ga maar opstaan en ik ga voor de laatste keer vandaag Mackie halen. Maar dan vandaag samen met mijn moeder. Want ik heb mijn moeder overtuigd om ook Mackie mee te gaan halen. Vind je ervan dat ik jou maar even meetrek in het avontuur? Ja, helemaal geweldig. Ga je ook mijn Mackie eten verplicht vanavond? Lekker hoor. Ik heb het al fucking 2 keer op vandaag, ja. Hallo. Jongens, we gaan even de auto in. En dan gaan we voor de laatste keer van vandaag. Ga poepen, maak je de M. Hou op, man. Doe nou eens normaal. Daar zijn we weer. De Mackie. Mijn 3e keer vandaag. Hey. Wow. Jongens, mijn 3e keer Mackie. We zijn er gewoon. Wat is dit toch schandalig erg, zeg. Echt, ik kan echt niet meer met mezelf. We hebben besteld, zoals je kan zien. Mijn moeder neemt een medium Big Mac menu. Ik neem een groot Big Mac menu. Omdat ik al klein en medium heb gegeten vandaag. Dus, voor de variatie. Ja, voor de variatie. Maar een groot minuutje dan, jongens. Mijn laatste maal van de Mac. Mama's eten. Ons drinken, jezus. Nou ja, jij bent nog blij. Jij bent nog blij. Ik ben ondertussen niet zo blij meer. Maar ik ga dit even opeten, jongens, en ben ik zo bij jullie terug. Wow. Nou, ik ben helemaal klaar met de Mac, echt. Oh, proost, ik kan niet meer. Mensen, ik ben klaar. Zoals je kan zien, mijn frietbakje is op. Mijn Big Mac bakje zit hierin. Die is ook op, als jullie me niet geloven. Kijk, en zij is ook bijna klaar. Lukt dit? Nou. Ik heb alleen mijn cola die ik nog moet opdrinken, jongens. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee, echt. Het is gewoon niet meer lekker nu. Het is nu al... Kijk dat broodje. Kijk dat broodje van jou. Ja, joh. Jezus, wat is dit, jongens. Beeld. Ja, hè. Ja, nou, er zit hier iemand naast me te eten. Dat kan, dat ga ik je niet eens laten zien, jongens. Dat ziet er niet uit. Jezus, nou, ik ben er klaar mee. 3 keer McDonald's in mijn mik gedaan. Ik weet niet hoeveel calorieën ik binnen heb vandaag, maar veel te veel waarschijnlijk. Dus ik ben er klaar mee. Ik vind het mooi geweest. Zo mensen, dat was mijn challenge wel. Het is op dit moment zaterdag 3:00 middags. Ik ben net wakker. Dat kan je misschien ook wel zien aan mijn hoofd. En dat betekent dat de 24 uur voorbij is. Ik hoef geen Mac meer te eten. Maar wat het grappige is aan deze challenge. Ik heb mij net gewogen. En dat betekent gewoon dat ik op ben aangekomen. Op ben afgevallen. Ik had zelf verwacht dat ik ben aangekomen. Maar ik ben gewoon bijna 1 kilo afgevallen. Verklaar mij dat. Ik eet 1 heel de dag Mac. En ik ben 1 kilo afgevallen. Hoe dan? Ik snap het echt niet. Zoals je kan hier, alle rotzooi heb ik hier nog. Van alle keren Mackie dat ik ben gegaan. Ik heb het allemaal gebewaard hier. Dat zit allemaal hierin. Ik snap gewoon niet hoe ik ben afgevallen, jongens. Vertel dat mij. Hoe kan ik afvallen als ik 3 keer Mac heb gegeten in een dag? In ieder geval, ja, ik zag dat ik de auto was vergeten op te nemen. Dus ik doe het maar eventjes zo. Maar dit is echt bizar. Ik ben gewoon afgevallen, mensen. What the fuck. Ik vond het wel een hele leuke challenge om te doen. Dat zeg ik jullie heel eerlijk. Ik vond het echt super gezellig. Super gezellig. Super lekker. Maar what the fuck.